16 jaar lang konden ze ongestoord jumpen en tricks doen op hun eigen trail aan de Havenweg in Vlissingen. Niemand had last van ze, dus werden de BMX'ers van Trailer Trails gedoogd. Maar nu moeten ze toch plaatsmaken, want de marinierskazerne komt eraan. Verschillende dirt jumps zijn al afgegraven. Waar de BMX'ers hun tricks deden, zitten in de toekomst mariniers te eten. Vladdy de Koning van Trailer Trails vindt het jammer. Nou, ik ben er snel klaar mee. Ik heb nu één jump gehad en normaal kan ik er nog vier doen. Hier konden we nog naar links. En hier konden we nog rechtdoor naar drie jumps, maar dat is nu echt helemaal weg. En 2 maanden werk, weer voor niks geweest eigenlijk. Het einde van de Trailer Trails. En hoe speciaal was deze plek voor jou en je vrienden? Ja, dit is gewoon een plek waar we gewoon buiten kunnen chillen en fietsen. En we hebben het zelf gebouwd. Dus dan ben je ook gewoon heel trots op de plek. Er zit gewoon werk in. Dus daar kan je ervan genieten. Nou, dit zijn dus de Trailer Trails. Dit zijn de jumps. En dit is het paadje naar het oude Zigeunerkamp en de autosloop. Maar hier hebben we dus ook echt de legendarische Trailer Trails Jams gehouden. Dus dat is een jaarlijks feest waarbij ik mijn verjaardag vier en waarbij heel Nederland hier naartoe komt. Maar overdag wordt er dan gesprongen. En dan hebben we hier allemaal tentjes en stoelen en dat mensen ook kunnen relaxen. Met een barbecue erbij en een biertje. En dan s'avonds doen we een big air en over vuur heen springen. En dat zijn toch wel legendarische feestjes geweest hier. Ja, dat is dus echt verleden tijd. Nou, we hebben hier dus 8 jaar gezeten en lol gehad op deze mooie plek. Maar binnenkort komt hier dus de grootste marinebasis van Nederland. En ik heb even gekeken, de kantine van de officiers die komt recht op de plek waar wij altijd lol hebben gehad. Dus ze zullen niet aan ons denken, maar ik hoop dat het smaakt.